Adrian gevang. Op een nieuwe combinatie. Gevappeltie Jam Floaty onder. Met een Beasting Floaty boer. Met gevappeltie en Beasting op die bal. Op de rechterkant is een stok. En ek het veel wijs wat ek nou doen. Ek het nog 6 vis in een rij gekry. Allemaal van hulle binnen 5 minuten wat hardloop. Ek het een wit harde fluitie. Al mijn XD'gie. Op al 2 hoeken. En dan vat ek julle en heb ek uit de spray. Draai ek die bal en spuit ek die hele bal vol. So ek sê 6 vis. Allemaal so 5 minuten uit mekaar. Kijk, ik wil net boorwees, nou die middag mis aasies gelou. Hier het ek nou een klein soft floatie met een yellow navigator weegie. Onder een klein soft floatie met een onmond weegie. En op die bal paar spuiten in yellow navigator. En een paar spuiten baas. Wat zo lekker als die twee reelraad specialiteit. Ek dink net Koos het my vis daar weet. Okay, jy weet, ons gevang op die linkerkantse stok. En nou is die skank soft met die baas ben deeg hier achter. Jy weet, was ook weer op my linkerkantse stok. Weer op die rysmuur met die chickenblad fluitie. Met skank, nou wil ek sê skank. Met scarlet en stinkgag op die bol. Die rysmuur van vanochtend op die linkerkantse stok het stil geraak en ek het oorgegaan na een vampire floatie met een almond deegie en op die boonste ook een VRM floatie ook met een almond deegie. Ek het nou 5 in een rij gevang op die bol. Ek het net so een druppelkie of 2 HLX en dan spuit ek redelijk valkie wat oor het loop dan.
vanoggend toe ons gereid hier na, toe het ek myself een teken gestel en daar seker so 10 minute oor en hier is hy nou aan, nummer 50. Michael 1, maar Hansie nog. Het is my beurt om Hansie terug te kry. Grafappelkie fluit baie goed gewerk met grafappelkie liquid gem en beasting liquid gem. Was die einde gekom van die sessie by my Hansie. Ons het net 7 ure gehengel en ek is baie beïndruk. Ek is eerste keer ek die somer gehengel, ek het voor in die winter gehengel. Ek het geëindig op 53 vis. Die kombinasie met die rysmere met die chicken blood en die stinggogga fluit met die skalet en stinggogga buldop oor die bol het wat se naam op die linkerstok die meeste vis gevang. Ek het later aan oor gegaan en ek het daar gehengel met 'n vampire fluit hier onder met 'n DG en bo 'n DRM fluit hier met 'n DG en dan HLX en Falking op die bol. Redelik hoeveel het op dit gevang op die regterstok. Met 2 plain wit flouties met de Almond X DG en dan het ek die bal vol Yellow Navigator gespuit. In die ochtend het ek opgesit die Pink Sweets flouts en boe Just Black flout en op die bal Banana X, PFC, Falking en dan Yellow Navigator gespuit. So all in all, baie goeie dag.